Ja, het is leeg. Het is een soort van, we hebben de mensen ingeruild voor politie eigenlijk. Alle mensen weg en de politie is er nu wel. En normaal zie je nooit politie. Er is gewoon even helemaal niemand. Het is gewoon even Otterlo voor onszelf. En hoe voelt dat? Ja, machtig. Ja. Wij proberen een heel klein beetje preventief rondrijden. Want er zijn natuurlijk heel veel woningen leeg op dit moment. Heel veel bewoners zitten in Ede bij de inspraakavond of de voorlichtingsavond. En hoeveel Otterlo's op scooters rijden er rond? Op het moment 7 stuks op scooters. Otterlo's zelf dan, ja. En dan, we kunnen zien, er rijdt van allerlei toezicht en politie nog daarbij in de rond. Is er iets geks gebeurd vanavond? Nee, we hebben niks geks hier in het dorp meegemaakt nog. Gelukkig niet, tenminste. Beter ook. Dus een rustige avond op de scooter eigenlijk? Op wat regen en wind na is het bijzonder rustig, ja. Inderdaad. Hebben jullie het dorp ooit zo leeg en stil gezien? Nee. Ja, om 2 uur 's nachts zie je het ook wel eens zo stil, maar er rijden geen politie.